In die zin dat ik geloof er niks van dat Nederlanders een premier kiezen omdat het een vrouw is. Maar ze kiezen een premier waar ze in geloven, die de weg naar boven weer te pakken krijgt. Die zorgt dat onze export stijgt, die zorgt dat we weer banen gaan creëren. Als je daar mensen van overtuigt, kom op zich of je nou man bent. We kiezen nu geen premier. Het gaat zo vaak als het over vrouwen gaat, wordt er gezegd, wat zouden wij vrouwen het fijn vinden als er een wat evenredige verdeling ook op een machtsniveau is tussen mannen en vrouwen. Ja. En als wij dan u vragen, als u misschien wel partijleider kan worden van een partij die nu de ene grootste is, van of het dan ook nog prettig is dat u een vrouw bent en u doet dan net alsof u een vingers brandt. Ik vind het hartstikke prettig dat ik een vrouw ben. Het is allemaal ontzettend. Door de ware tijden dat jij hier zat te flirten. Nee, kom op, zeg. Nee, het doet er helemaal niet toe. Het doet er niet toe voor de leden van de Partij van de Arbeid. Want als zij denken, je bent vrouw, je bent hartstikke leuk, maar dan kom op, iemand anders kan het beter, dan stemmen ze op die kandidaat waarvan ze denken dat hij beter is.